Hey, hallo allemaal. Welkom bij Tekenschool de Tekentovenaar. Superleuk dat je kijkt. Vind je het een leuk filmpje? Even abonneren en duimpje omhoog natuurlijk. Hè. Met heel veel trots presenteer ik vandaag de kunstformule. Er bestaat namelijk een formule om kunst te maken. En als je die formule goed kent en toepast, dan kan je kunst maken. Dan kan je kunst maken van je tekeningen of van je knutselwerkjes of van je hele leven eigenlijk. Gewoon van alles kun je kunst maken. Je kan het overal op toepassen. Dus, en de formule is: kunst is fouten keer stijl keer creativiteit. En dat bedoel ik met kunst, bedoel ik echt jezelf uiten. Van hè, wie je echt bent en je unieke zelf. Dus elke keer weer iets nieuws creëren. En je elke dag inspiratie vinden en elke dag verwonderen. Dus echt, dat is wel echt het diepste van jezelf laten zien. En dat is altijd iets unieks, altijd iets speciaals, altijd origineel. Dus is super om te weten hoe dat werkt. Kijk, kunst is dus fouten maken keer stijl keer creativiteit. En met fouten maken bedoel ik fouten maken en daarvan leren. Dus door fouten te maken begin je natuurlijk te groeien. Hè? Dus als je aan het tekenen bent en je maakt fouten en je gaat het gelijk uitgummen, dan gun je jezelf niet die groei. Hè? Dus laat de meeste fouten gewoon staan. Ja? En ga ze aanpassen, zodat je ook weet hoe je die fouten hebt aangepast. En wat voor fout je eerst hebt gemaakt. Het is heel belangrijk om je fouten te koesteren. Om van je fouten te houden. Zeg je, oh, ik heb een fout gemaakt en zo. En nu, hè? En dan heb je een soort van puzzeltje, dan ga je hem oplossen. Dus fouten maken is heel belangrijk. Want die zorgen voor natuurlijke groei op jouw eigen manier. Het zijn jouw fouten, die horen bij jou en die maken eigenlijk het unieke. En stijl. Stijl bedoel ik mee echt jouw manier van doen. Hoe zie jij de dingen? Hoe neem jij de dingen waar? Hoe voel jij je dingen? Jij bent altijd bezig met bepaalde dingetjes op je eigen manier. En dat is je eigen stijl. Hoe doe jij iets? Hè? Dat zijn de eigenschappen van hoe jij iets maakt en hoe jij iets doet. Dus dat is je eigen stijl. Hoort helemaal bij jou. Je fouten horen bij jou. Stijl hoort ook helemaal bij jou. En dan hebben we over creativiteit. En dat zijn je natuurlijke vaardigheden. Dat zijn eigenlijk de talenten die in je zitten. Ze zijn nog niet misschien helemaal goed ontwikkeld. Maar daar zijn de fouten voor. Hè? Zodat deze creativiteit natuurlijk kan groeien. Dus creativiteit is gewoon, dat heeft ieder mens. Ieder mens is creatief, maar op zijn eigen manier. En door heel veel fouten te maken, kan je die creativiteit natuurlijk groeien. Als je deze met elkaar vermenigvuldigt, krijg je kunst. En kunst betekent eigenlijk jezelf kunnen uiten op een unieke manier. Op wat voor manier dan ook. In een kunstwerk, in je leven of in je werk. Maakt eigenlijk niet uit. Kunst vind je echt overal. Tot zover de kunstformule. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En ik hoop dat je het een beetje kan toepassen. Dat je het een beetje begrijpt. Maar eigenlijk gaan al mijn video's gaan over deze formule. Want hier kan je oneindig veel leuke dingen over zeggen. En dat blijf je eigenlijk nooit op uitgekeken. Hè? Dus doe eventjes duimpje omhoog als je het leuk vond en vergeet niet te abonneren. Doei!